FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Hoijmans van der Meer, doeltreffend in administraties. Ja, hij ging als een speer. Ja. Ja, maar dat geeft niet. Hij ging het toch dood er zo mooi in. Staat hij erop of niet? Staat hij erop? Hey, heb je wat te vangen? Heb je erop staan of niet? Hij raakt echt iedere boom die hij tegenkomt. Ja, maar hij gaat wel. Ai, ai, ai. Oei. Nou, hij ligt er nog achter, denk ik. Staat hij nou gunstig? Ja, ja. Ja, met twee keer pech mag een keer geluk hebben. Dat mag je ook gaan. Hij blijft wel laag. Joke, kom maar, ik ben de laatste. Reclame zit in de verkeerde kant. Ah. Maar jij hebt gewild. Ja.
Goed. Ja. Ik dacht echt, maar... zal ik. Als ik nou naar huis moet op. Ik zou eigenlijk willen beginnen met het overhandigen van een cheque. Omdat wij namelijk intern besloten hebben dat we een deel van de opbrengst van deze dag beschikbaar willen stellen aan de vereniging Voetbal voor Autisten. En daarvoor hebben we even uitgenodigd de voorzitter van die vereniging. En die zou ik graag naar voren willen roepen. Dat is Anneke van Teylingen. Alright. Ik wil haar graag een cheque overhandigen van, voor een bedrag van 1000 euro. En zij gaat dan zelf even wat meer vertellen in het kort over de vereniging Voetbal voor Autisten. Dit is de cheque. Hebben we laten drukken. Geweldig. Voor iedereen. Alright. Nou, bij deze. Ja, geweldig. Gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. Lekker is dat, joh. Nou, vertel eens wat. Iedereen heel hartelijk bedankt. De Voetbal voor Autisten laat... kinderen tussen de 8 en de 13 of de 7 en de 13. Bij je zo staan hoort iedereen het zo iets minder. Zo, zo. Nog een keer, sorry. Wij laten kinderen tussen de 7 en de 13 met een autisme spectrumstoornis of iets wat daarop lijkt voetballen. Wij trainen elke woensdagavond bij FC Lisse van 5:30 tot 6:30. Hebben daar inmiddels 10 kinderen spelen. Hebben om de week een wedstrijd. En proberen de kinderen door de juiste structuur, de juiste opbouw van de training net zo te laten genieten als kinderen die dat niet hebben. Dus heel erg bedankt, we kunnen het goed gebruiken. En, FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Hoijmans van der Meer, doeltreffend in administraties.